Nederland is zelfvoldaan, lui en visieloos, aldus ASML-topman Peter Wennink. En hij kreeg deze week bijval van onder meer Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, die ook waarschuwt voor het vestigingsklimaat. Is de chipfabrikant inmiddels een maatje te groot voor Nederland? En wat mag een samenleving terugverwachten van een miljardenbedrijf? Hier aan tafel burgemeester van Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, namens de Brainport, waar ASML onder valt. Meneer Dijsselbloem, welkom. Ik wil met u over ASML praten, maar u had een drukke week. Deze week was veel aan de hand in Eindhoven. Onder meer de terugkeer van de hazelen. Ik las dat er 14 kinderen ziek zijn geworden. Houdt u rekening met meer kinderen? Nou, de GGD zegt daarvan dat de gevallen die we nu zien zijn niet allemaal logisch met elkaar verbonden. En dat kan betekenen dat ze dus los van elkaar en dat dus achterliggend er al meer besmettingen zijn. Ja. Maar goed, ik vaar af op wat de GGD hierover zegt. Dus daar moeten we rekening mee houden. Het antwoord is een voorzichtige ja. Kinderopvangorganisaties die zeggen... ja, het gaat om de veiligheid van onze kinderen op een crash. U bent de burgemeester, u gaat over veiligheid. Vindt u dat ongevaccineerde kinderen geweigerd moeten kunnen worden? Nou, dat vind ik echt een nationale discussie. Volgens mij is dat debat in Den Haag de afgelopen jaren volop gevoerd. Volgens mij is een wetsvoorstel op dat vlak niet erdoor gekomen. Nee. Dus, maar wat zou u het liefst willen? Het is uw stad, uw kinderen. Nou, wat ik het liefst zou willen is dat gewoon de vaccinatiegraad omhoog gaat. Ja, die is laag in Eindhoven. In Eindhoven is die nu 88%, waarbij de GGD zegt dat het eigenlijk 90 of meer zou moeten zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt zelfs 95%. En dus we weten, als hij omlaag gaat en hij daalt, dat dan de kans dat de ziektes weer terugkomen, volksziektes waar we nagenoeg van af waren, dankzij vaccinaties, dat die weer terugkomen. En dat zie je gebeuren. Daar maak ik me wel zorgen over, ja. Dus ik hoop zeer dat iedereen zich weer realiseert, waarom zouden we dit risico nemen? Bijvoorbeeld met jonge kinderen die kwetsbaar zijn. Dus ik hoop zeer dat die vaccinatiegraad weer omhoog gaat naar een veilig niveau. Ja. Gaan we toch naar ASML. Ik noemde hem net al, hè? Peter Wennink, de CEO, scheidend CEO. Nederland is zelfvoldaan, lui en visieloos. Vindt u dat ook? Nee, dat vind ik niet. Maar het is wel een waarschuwing dat er... Kijk, als je internationaal om ons heen kijkt, dan zie je dat geopolitiek en economie zijn steeds meer verbonden geraakt. En de verbinding daartussen is technologie. Dus wie de technologie in handen heeft, heeft straks het verdienvermogen, de economie van de toekomst in handen. Ja. En gaat geopolitiek enorme machtspositie verwerven. En dit is wat er gaande is. Met name natuurlijk tussen China en de VS. Waar zit de technologie dan? Wie heeft hem in handen? En wie wordt er economisch en dus ook geopolitiek dominant? Ja. Nou is het wonderlijke dat we rond Eindhoven een cluster hebben van inmiddels meer dan 6000 techbedrijven. Dus internationale pers heeft ons beschreven als het enige in Europa wat in de buurt komt van Silicon Valley. Nou zijn we veel kleiner, maar wat daar gebeurt is in sommige opzichten vergelijkbaar. 6000 techbedrijven op de technologieën van de toekomst. Of het nou AI is, of quantum, of fotonica, of natuurlijk de chipsindustrie waar ASML superbelangrijk in is. Dus Nederland heeft daar iets in handen, wat betekent dat we ook in de toekomst nog ons geld kunnen verdienen. Dat is dus een groot nationaal belang. Wat zou het voor Eindhoven in de regio betekenen als ASML elders gaat uitbreiden? Want dat is de vraag die nu voor ligt. Nou, ik ben daar zeker bezorgd over, omdat ASML natuurlijk de grootste speler in de regio is. Maar zoals gezegd, het zijn 6000 bedrijven. Maar je moet je ook voorstellen dat rond ASML zitten nog eens honderden bedrijven in onze regio die de onderdelen van de complexe machine leveren. Ja. Hè? Het is een waanzinnig complexe machine, vraagt u mij niet om uit te leggen. Maar er gaan duizenden onderdelen in, die worden allemaal gemaakt in de tech-maakindustrie. Niet alleen in de regio, de helft van die onderdelen komen wereldwijd. Ja. En wat er uit Nederland komt is de helft de regio en de helft uit de rest van Nederland. Dus wat daar wordt verdiend, het is ook het meest winstgevende bedrijf, het snelst groeiende bedrijf, heeft inmiddels een economische uitstraling naar heel Nederland. Dus, maar superbelangrijk voor ons. Voor uw regio, als zij weg zouden gaan, dat zou gewoon economische krimp betekenen en werkloosheid. Nou, we hebben het nu over de vraag, waar gaan ze uitbreiden? Precies. Ze willen, hebben ze ook gewoon aangekondigd, versneld hun capaciteit gaan verdubbelen. Gaan ze dat nu in Nederland doen of elders? Het grote risico is, omdat het ook over belastingmaatregelen gaat, dat ook het hoofdkantoor dadelijk ter discussie staat. Vreest u daarvoor? Nou, nog niet, omdat ik weet dat het kabinet nu bezig is om te kijken hoe kunnen we toch het vestigingsklimaat goed houden. He, dat is een hele politieke discussie en fiscaal beleid bemoei ik me niet meer mee. Ik bemoei me wel met het vestigingsklimaat in de regio. Ja. En daar hebben we echt hulp bij nodig. Ja, want een van de kritiekpunten van het bedrijfsleven en dus ook van ASML... is het afschaffen van de zogenoemde expat-regeling. Dat was een belastingvoordeel voor hoogopgeleide kenniswerkers. Die is afgeschaft. De vrees is dat daardoor minder hoogopgeleide kenniswerkers... die ASML nodig heeft, dat die dan niet meer naar Nederland komen. Vreest u dat ook? Nou, over die fiscale maatregelen is het kabinet nu aan het kijken... of het ook anders en slimmer kan... Dat laat ik graag aan hun. Kijk, voor die kenniswerkers naar Nederland spelen natuurlijk ook gewoon het politieke klimaat. Zien we nog het nut om heel goed opgeleide mensen met bijzondere expertise, bijvoorbeeld gepromoveerde natuurkundigen, dat die gewoon vrij makkelijk naar Nederland kunnen komen om in dat tech-cluster rond Eindhoven te komen werken. Ja, is daar zo'n regeling dan essentieel in? Nou, daar is veel meer essentieel in. Het gaat ook over, hebben we huisvesting voor mensen en niet alleen voor hen, maar ook voor al die mbo-banen. Dus je moet je voorstellen dat voor elke hoogopgeleide kenniswerker die naar ASML komt, creëren we ook werkgelegenheid voor 3 mbo-geschoolde mensen. Die moeten ook kunnen wonen. Dus we moeten versneld... Woningbouw is een probleem overal in Nederland. Bij ons nog meer vanwege die groeiende economie rond de tech-cluster. Dus wat wij tegen het kabinet zeggen is, hier heb je een enorme economische kans voor de toekomst. Die zit toevallig of niet in deze regio. Help ons om het mogelijk te maken. Dat vergt hulp op woningbouw, dat vergt hulp op bereikbaarheid... dat vergt hulp op voorzieningen. Ik bedoel, de mensen in Eindhoven moeten ook gewoon toegang tot een school hebben... en toegang tot een huisarts en tot culturele voorzieningen. Maar u heeft ook de laatste 2 jaar al geld gekregen, 1,6 miljard begreep ik. We hebben 1 miljard gekregen en 0,6 miljard zelf moeten bijdragen. Dat gaat over bereikbaarheid. Dus, want ook bereikbaarheid van de regio is natuurlijk een issue. We hebben toen ook met elkaar vastgesteld dat er nog veel meer nodig is... om die bereikbaarheid bijvoorbeeld op het spoor zeker te stellen. En daar was nog steeds geen geld voor. Dus wij voeren nu de druk op en wij zeggen... dit is zo'n grote kans voor Nederland. Het kabinet, pak die kans voor Nederland. Maar help dan ook de regio om te zorgen dat de regio leefbaar blijft... met toegankelijke en betaalbare woningen. Met hoeveel geld heeft u dan nodig? Nou, onze... schrik niet, het gaat om 5 tot 8 miljard. Maar ik heb het wel over een periode tot 2040... waarin we de woningbouwplannen gaan realiseren. En we hebben natuurlijk gefaseerd. Maar het gaat om miljarden die we nodig hebben... om voldoende en betaalbare woningen te bouwen... en de voorzieningen gewoon op orde te houden. Hoe moet het, want u heeft contact nu met het huidige demissionaire kabinet. Ja. Hoe moet een toekomstig kabinet dat dan gaan betalen, denkt u? Nou, ik denk dat het gaat veelal om investeringen. Dat betekent dat het eenmalige middelen zijn. Het grote probleem in Den Haag, financieel gezien, is structureel. Ze hebben structureel in de begroting aan het einde van deze kabinetsperiode... een tekort van 17 miljard, ja, zeggen de rekenmeesters. Maar incidenteel is er heel veel ruimte. Er blijft ook heel veel geld onderbesteed. Dus er wordt gewoon niet uitgegeven. Het blijft de afgelopen jaren. Ja, juist. Dat zien we de afgelopen jaren toenemen. Dus het kabinet slaagt er niet in om het geld uit te geven. Dan zeggen wij, maak een deel van dat geld vrij... en benut het om de economie van de Brainport met een nationale betekenis... ik pleit niet voor Eindhoven, het gaat goed met Eindhoven. Ik pleit ervoor dat we die kans voor Nederland pakken... voor onze welvaartsstaat. Dus daar zit de ruimte. U zegt eigenlijk tegen uw opvolger... kijk even wat er nog op de plank ligt. Misschien kunnen we dat besteden in de Brainport-regio. U stond er zelf niet onbekend dat u nou een hele vrijgevige minister van Financiën was. Nee, zeker niet. Wat had u zelf gezegd als er iemand met dit plan bij u aan was geklopt? Zeker niet, maar in mijn tijd liep de staatsschuld op naar 70% van ons BNP. En nu zitten we ongeveer op 45%. De norm is 60, dus toen waren we er echt zwaar overheen aan het gaan. Nu zitten we er fors onder. Dat betekent, hoewel je structureel een probleem hebt... en je dus moet kijken naar je structurele uitgaven in je begroting... er ruimte is om incidenteel te investeren. Je dus kunt u zegt die staatsschuld mag oplopen? Ja, je kunt die staatsschuld laten oplopen. Wie bent u? Wat heeft u gedaan met Jeroen Dijsselbloem? Nou ja, de omstandigheden zijn echt anders. Ja? Een staatsschuld van 70% is voor Nederland aan de hoge kant. Hebben we gelukkig niet vaak. Zijn we ook weer in geslaagd om die omlaag te krijgen. Daar heb ik aan mee mogen helpen. Nu is die behoorlijk laag, 45%. Ja, u zei in 2017 van het moet eigenlijk naar 40%. Dan zijn we pas goed voorbereid op economische tegenvallers. Ja, dat heeft er wel mee te maken dat we de risico's toen in die tijd... nog helemaal niet goed onder controle hadden. Bijvoorbeeld in de financiële sector. Ja. De financiële sector staat er nu veel beter voor. Hij heeft veel meer buffers. Dus ook daar is de buffercapaciteit toegenomen. En nu is de vraag, Klaas Knot zei dat ook zeer terecht... Nederland dreigt vast te lopen omdat we te weinig investeren. En dat gaat vooral om publieke voorzieningen. Dus ik pleit niet voor geld voor het grote bedrijfsleven. Dat kunnen ze zelf bepleiten. Ik bepleit voor publieke investeringen. Dus infrastructuur, wonen? Infrastructuur, bereikbaarheid, wonen, voorzieningen voor mensen. Dat is in heel Nederland een issue, zegt ook Klaas Knot. Bij ons des te meer vanwege die enorme groei in dat cluster van tech- en maakindustrie. Ja. Heeft u daar ook contact over met het huidige, of met het kabinet wat nu aan het onderhandelen is, mogelijk? Heeft u contact met de onderhandelaars? Zeker, we hebben intensief, nou, met de onderhandelaars wisselend. We hebben intensief contact met het huidige kabinet. Zij zijn ook gewoon nog aan zet. Mijn stelling is altijd, ook in tijdens een formatieperiode, en die kan heel lang duren, moet je blijven regeren. En je moet wel dat met open vizier doen. Dus als het kabinet nu een stap gaat zetten om de regio te helpen, en dat verwacht ik, daar ga ik vanuit, moeten ze dat natuurlijk met open vizier doen. Dus ook gewoon melden aan de formatietafel, jongens, dit is nu nodig. Want we hebben hier een hele grote kans om de economie van de toekomst te bouwen. Ja. Dus we maken dit geld nu vrij. Maar er komt potentieel een kabinet aan met partijen daarin die juist misschien wel willen gaan ingrijpen op migratie. Ja. Die juist kennismigratie en ook buitenlandse studenten willen inperken. Wat zeggen zij tegen u? Nou, dat gesprek moeten we denk ik voeren. Kijk, internationaal... Dat heeft u nog niet gevoerd? Jawel, zeker. Op het niveau van de fracties praten we heel veel. Internationale studenten kun je best een serieus debat over voeren. Heeft dat altijd zin? Krijgen we de investering die we in die internationale studenten doen, krijgen we die altijd terug? Bij ons blijft 60% van die internationale studenten gaan meteen aan het werk in onze regio. Die blijven. Regio Eindhoven. Dat is 2 keer zoveel als landelijk. Het landelijk gemiddelde is 30%. Als we nu zouden afspreken, je mag internationale studenten halen, je mag daar zelfs in groeien, als je erin slaagt om 65% stay rate te realiseren. Dus je moet zorgen dat tenminste 65% dan ook echt hier aan de slag gaat. Ik ben bereid om ons daaraan te committeren. Dus de groei van internationale studenten gaat alleen door aan de TU in Eindhoven als we 65% meteen aan het werk halen. Ja. Ik denk dat dat kan, want de behoefte aan ingenieurs bij ons is enorm. Maar ook hier geldt, de universiteit kan alleen groeien als daar ook hulp bij komt. De universiteit kan dat niet op eigen kracht. Dat is duidelijk. Bent u eigenlijk al gevraagd als minister? Nee. U zou geregeerd worden uit uw partij, als u ja zou zeggen? Nou, dat argument zou voor mij niet veel uitmaken. Ik blijf gewoon in Eindhoven. Oh, u blijft sowieso in Eindhoven. Dat is goed om te weten. Ja, want u zit hier om te praten over ASML. Maar u bent natuurlijk burgemeester van Eindhoven. Daar was, in Eindhoven was bij de verkiezingen de PVV de tweede partij. Dus er zijn ook heel veel inwoners, ook in uw stad, die zeggen, we moeten misschien wel migratie inperken. Ja. Ja, wat zegt u tegen die inwoners? Nou, ik denk dat die discussie is gewoon volstrekt terecht en begrijpelijk. Er ligt ook een heel goed rapport nu van de Staatscommissie, onder leiding van Richard van Zwol, die ook hele verstandige dingen daarover zeggen. En zij zeggen, ja, je moet selectief zijn. Je moet veel meer durven te kiezen. Wat wil je nou nog wel toelaten en wat niet? Om een voorbeeld te geven, die commissie zegt, economische sectoren die echt een toegevoegde waarde hebben voor de economie, waar veel geld wordt verdiend, geef daar wat meer ruimte. Maar economische sectoren waar de marges buitengewoon klein zijn, waar we goedkope, laag opgeleide mensen uit bijvoorbeeld Oost-Europa moeten gaan halen om die sector überhaupt in Nederland in de benen te houden. Hou daarmee op. Ja, maar en bouw dat af. Tegelijkertijd is het verhaal van ASML en al die toeleveranciers natuurlijk een enorm succesverhaal. Maar ik las ook dat in Eindhoven de werkloosheid niet daalt. Dus dat al die banengroei die daar plaatsvindt niet aansluit bij de mensen die daar wonen. Hoe gaat u die tweedeling dan oplossen? Nee, dat klopt. Dus die tweedeling heeft echt aandacht nodig. Overal overigens wat mij betreft, maar zeker ook in Eindhoven. We hebben nu bijvoorbeeld een initiatief genomen met het bedrijfsleven waarbij we zeggen, oké, wij helpen om de economische potentie van deze regio verder te realiseren. Wij, overheden. Maar we verwachten ook van het bedrijfsleven dat ze iets terugdoen met die taaie sociaal-maatschappelijke problemen. Bijvoorbeeld bedrijven nu, en dat zijn inmiddels een hele grote groep met 50.000 werknemers, hebben gezegd, wij gaan helpen met schuldenproblematiek. Dus wij nemen nu de verantwoordelijkheid voor onze werknemers om hen te helpen om uit schulden te komen. En schuldenproblematiek neemt alsmaar toe, overal in Nederland. Of een ander thema, taalachterstand. Wij bedrijven gaan helpen om alle mensen met taalachterstand in Nederland, of in onze regio, te helpen om vanuit het bedrijf of zelfs op de werkvloer het Nederlands versneld te leren. Zodat mensen zichzelf kunnen redden en verbeteren. Dus wij vragen ook veel van het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven betaalt bij ons ook mee aan de bereikbaarheid. Ze betalen bijna 200 miljoen mee aan infrastructuurmaatregelen. Ze zijn bereid mee te betalen aan de problemen in het onderwijs. Ze financieren heel veel op het gebied van voorzieningen. Ja, en aan de woningbouw las ik ook. En dat is ook nodig, want in Eindhoven stijgen de huizenprijzen op dit moment harder dan in Amsterdam. Ja. Mede dankzij ook weer dat succes van ASML. En ja, ik dacht toch, gewone Eindhovenaar, een lerarengezin. Ja. Die kunnen geen huis meer betalen. Nee, dus we moeten echt razendsnel bouwen. En we hebben heel veel projecten in voorbereiding. Denk dat de prijs omlaag, denkt u? In voorbereiding, ja, dat gaat de prijs omlaag brengen. Omdat wij stug volhouden en vasthouden aan de eis van betaalbaarheid. Dus 80-85% van de woning moet betaalbaar zijn. Betaalbare huur, betaalbare koop. ASML helpt daar nu in. We zijn ook bezig om samen met het bedrijfsleven een woonfonds op te zetten. Waarin, even als voorbeeld, een garantieregeling komt. Dus als bouwers willen gaan bouwen. Dat ze zeggen van ja, we hebben nog niet meer dan 30% verkocht. Dan gaan we garantie afgeven. Begin nu met bouwen. Wij garanderen dat je die woningen wel zult verkopen. Ook dit is een voorbeeld waar we van zeggen, rijk, doe mee. Minister, ja. De minister van Volkshuisvesting zou dit ook landelijk kunnen doen. Help mee om niet met subsidies, dat is ook welkom, maar dat kan ook met garanties. Dat drukt minder op de begroting, maar haalt wel een deel van de risico's weg en dan kun je sneller bouwen. En op die manier moeten we samen met het Rijk, met het bedrijfsleven, met de gemeentes in mijn regio zorgen dat die betaalbare woningen echt komen. Er moet echt heel veel gebeuren. Ja, meneer Dijsselbloem, dank u wel. Alsjeblieft. Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een goed gesprek? Vergeet je dan niet te abonneren. Een like of een comment achterlaten kan natuurlijk ook.